Friday Move, vrijdag 12 februari. We zitten in Café Dauphine. Naast me zit Yves Geiraat. Inmiddels ook aangesproken Bernard Handelburg. En dan weet je, dan gaat het bijna altijd over Amerika. Dat zal het ook vandaag gaan. Yves, trouwens even, jij hebt helemaal geen Indisch bloed. Ik weet dat je hebt een Joodse achtergrond, maar je bent zo donker altijd van jezelf. Dus er kunnen ook mensen zijn die denken dat jij ook misschien Indische achtergrond hebt. Ik zou de microfoon gebruiken. Ja, ik weet, je zit niet zo lang in het vak, maar dat is vaak handiger hoor, als je dat soort dingen gebruikt. Ja, nee, ja. Ik denk het ook. Want mijn oudste zoon, die heeft ook een beetje dat Indisch. Denken ze ook altijd dat hij Indisch bloed heeft. Maar is totaal niet te herleiden, of misschien toch wel? Ja, wij hebben het een keer laten uitzoeken via zo'n, zo'n DNA-test, om het zo maar te noemen. En daar kwamen echt werkelijk waar van Denemarken tot Zweden, Oekraïne, Wit-Rusland. Dat is vrij licht is. Portugal. Ja, ook Portugal, donkerder. Ook. Ja, ja, ja. Nee, dat verhaal dat jij dus die zonnebank in je auto had, is niet waar. Hè? Dat werd gesuggereerd. Nee, want ze zijn dicht, Wilfred. Nee, maar je hebt gewoon in je auto eentje ingebouwd, toch? Dat was jij, toch? Ja, ja. Net zoals jij de permanente föhn in je auto hebt. Ja, inderdaad. Ja, nee, dat doe ik altijd mijn hoofd uit het raam. Zo. Dan hang ik even gewoon 120 km per uur hang ik hem uit het raam. Maar je hebt moeite met mijn kleur, begrijp ik. Nee, ik heb jaren geleden ooit die grap gemaakt. Toen kende ik jou nog maar net. De eerste keer dat ik in de uitzending zat, dat vond je helemaal niet leuk. Was je gelijk beledigd. Als je met mij een keer, we gaan een keer naar het strand en er geen naast me zitten. Ja. En dat alsof je een biefstukje op een pannetje legt. Het gaat heel snel. Ik weet ook niet waar het. Ja, je bent een biefstukje ben je eigenlijk. Ik ben eigenlijk een biefstukje. Oké. Okay. Hij zit naast me, Yves Geiraat, een biefstukje. Maar gelukkig Bernard Handelburg is er ook bij. Leuk dat je er bent, Bernard. Heerlijk om er te zijn. Ja. Kijk je er wel naar uit, naar dit programma? Of altijd, zeg je nou, ja, nou, dat weet je. Nee? Maar op zich, ik kom hier al een paar dagen, Wilfred. Dus langzamerhand moet je weten dat zo lang kun je iets niet spelen. Nee, ik vind het echt leuk om hier te zijn. Oké. Okay. Nou, je begon gelijk al impeachment. Dan wil je het natuurlijk over hebben. De verdediging is nu aan de beurt, begrijp ik, hè, van Trump. Toch? Ja, zo'n beetje. Die begint zo dadelijk, of op dit moment ongeveer, in de laatste ronde. En het krankzinnige daarvan is, die advocaten zijn werkelijk zo slecht als je maar kan verzinnen. Het is schandalig slecht. Is het geld op of zo? Wat is er dan al? Hij had een behoorlijk team. Giuliani had hem een rekening gestuurd waar een paard hik van kreeg. Om ze verre van zijn haar te betalen. Dat verhaal is best leuk, hoe het in elkaar zit. In de eerste plaats, hij heeft geld ingezameld, zoals dat kan, volgens de Amerikaanse regels, voor zijn verdediging. Iets van 250 miljoen of zo. Ja. Een krankzinnig bedrag. Ja. Die vijf advocaten die hij had, die waren best goed. Mm-hmm. En die kostte geen 250 miljoen, nee. maar wel een paar miljoen. Ja. Ik geloof 4 of 5, dat ben ik vergeten. Ja. Laten we ervan maar afgeven. Die zeiden, we gaan dus één ding wat wij niet gaan doen. We gaan niet staan zeggen daar in de Senaat dat jij eigenlijk de verkiezingen hebt gewonnen. Dat doen we niet. Dus nee. Voor de rest, alles prima. Ja, maar dat gaan we niet roepen. Toen zeiden maar daar gaat het wel over. Toen zeiden ze, nou, dan zijn we weg. Ja. En toen moest die andere hebben. En dat mocht dan, vond hij, niet meer kosten dan 1 miljoen. Ik weet niet waarom. Want dat zit dus in die kas zat. En dat mag hij maar hij heeft allemaal andere schulden waarschijnlijk. Nee, maar hij mag het nergens anders voor gebruiken. Dit is voor de verdediging. Nee, dit is earmarked voor de verdediging van Donald Trump. Dus een krankzinnig verhaal. Maar goed, daar staan dus een paar idioten. Maar het maakt niet uit. Want de aanklacht was prachtig opgebouwd op twee manieren. Eén, laten zien wat er allemaal is gebeurd. Ja. En wat een idioten dat waren. En twee, daar ging het om. Het aantonen dat kwam door die bekende speech van Donald Trump. Ja. Vlak voordat het gebeurde. Ja, laten we naar het Capitool gaan. Ja. De Senaat, die moet beslissen, heeft al lang besloten wat ze daarvan vinden. Sommigen vinden dat verhaal klopt. En anderen zeggen dat is volkomen flauwekul. En go fight like hell. Ja, dat kun je ook zeggen als je iemand geluk wenst bij een sollicitatie. Ja, en niet dus, wat voor sollicitatie. Dus om nou juridisch aan te wijzen, zeggen dat is dus een oproep om letterlijk te gaan vechten. Dat is een hele moeilijke beslissing. Maar in zo'n Bernard. Ja. Even, want we hebben eerst het verwijt gehad met Rusland. Wat zeg je? Eerst was de aanval, het Russische complot, hè? Wat Trump had bedacht. Nou, daar is nooit wat van uitgekomen. Nooit. Niet bewezen. Nee, nee. Die Russen hebben het gewoon netjes via Facebook gedaan. Die hebben gewoon allemaal advertenties gekocht. Maar het was allemaal de schuld van Trump. Nu krijgen we dit. We weten toch al dat dit ook weer de zoveelste Netflix-serie is, waar uiteindelijk de conclusie zal zijn dat hij niet een impeachment krijgt? Nee, nou ja, dat hij die impeachment heeft hij, alleen dat hij niet wordt veroordeeld. Niet wordt veroordeeld, nee, maar dat bedoel ik. Ze willen toch voorkomen dat hij nog een keer president wordt? Ja, dat is wat het doel is. Daar gaat het om, daarvoor moet je hem eerst veroordelen. De stemverhouding in de Senaat is zo dat je daarvoor 17 republikeinen nodig hebt. Er zijn er inmiddels al iets van 8 om, of zo. Dus het is niet zo
dat de opbouw van de aanklacht van de aanklagers, dat zijn dan leden van het Huis van Afgevaardigden. Hè? Ja. Die doen dat in de Senaat. En de opbouw van hun verhaal was steengoed. Ik bedoel, je praat over Netflix. Je kijkt echt live naar Netflix. Naar Netflix. Ja. Dat kan je een Netflix-serie niet verzinnen, hoor. Nee. Dit. Dus het staat goed in elkaar. Maar die veroordeling gaat toch niet komen? Nee, maar er komen er geen 17, zo simpel is het. Nee. Die 17 komen er niet. Dus er komt geen veroordeling. En je kunt ook... Maar ze hebben het toch uitgesproken? Ja, we zeggen het dus helemaal democraten. Dat, ja. Dat weten we ook wel. Maar het is zo erg dat vandaag en gisteren is gewoon een deel van die Republikeinen is er helemaal niet. Of zit koffie te drinken, of zit te doedelen. Of nee, maar als je heel eerlijk bent, want jij zegt gewoon wat ik ook denk. Hij wordt niet veroordeeld. Nee, hij wordt niet veroordeeld. Maar weet je wie echt een probleem heeft? Biden? En CNN. En Fox News. Nee. Zou je uitleggen waarom ze een probleem hebben? Ja, let op, hè. Sky high advertentieinkomsten. En nu is Trump weg. Ja. Nou, dat is een ramp. Want ja, mensen vinden het niet meer spannend. Het is heerlijk om naar die gekke Trump te kijken. Dat is waar. Iedereen dat zei Michiel Vos laatst wel tegen mij. Hij zei, dit zullen we wel jammer vinden dat Trump weg is. En zei ik, hoe kom je daarbij? Hij zei, dat gevoel had ik een beetje bij jou. Maar voor de media is het wel behoorlijk, gaat het veranderen. Het is helemaal niet spannend meer. Absoluut een feit. En overigens, die kijkdichtheden, zoals je weet in Amerika, als je de aantallen ziet. Jij zou je doodschamen. Dat viel heel erg tegen wat jij mij vertelde. Ongelooflijk. Kijk helemaal niemand bijna. Nee, kijk bijna. Op al die Amerikanen. Maar het is wel waar wat je zegt, Yves. Dat klopt. Maar goed, hoe het ook zou zijn afgelopen... ook als Trump had gewonnen uiteindelijk, dan was toch... Maar hij heeft gewonnen, hoor. Ja, dat is waar. Nee. Wij snappen het niet. Nee. Maar dan was toch de kijkdichtheid een beetje ingezakt. En dus de commercial inkomsten. Dat is waar. Maar je hebt nog altijd corona, hè? En wanneer wordt Kamala Harris de... President of the United States? Ik denk over 4 jaar, maar het hangt er vanaf of Joe door wil of niet. Het idee dat hij aftreedt of omvalt is allemaal onzin. Hij maakt gewoon die termijn af. Dat weet jij nu al, hè? Ja, hoor. Dat is lekker. Ik heb hier net het kabinet gehoord voor de volgende periode. GroenLinks komt erbij, hoor ik. Ja, GroenLinks komt erbij. Dat is de verrassing van de dag, vind ik. Nee, Kamala Harris in 2022. Dat denk je ook. Voor de zomer van 2022. Ja, dan is Joe Biden omgevallen. Voor de tussentijdse verkiezingen. Die kan het niet volhouden dan. Nee, die is in slaap gevallen. Oké. Zie je nu toch altijd. Wie is scheidsrechter? Mireille? Paul? De wetenschappen zijn geopend. Ja, is ook.